second of our finals here at the 2024 Toto Dutch Open. This is the men's pairs final. We welcome to the stage, first of all, representing the Netherlands and Belgium respectively, Damien Moll and Brian Raman. Represent the Netherlands. Please welcome Jimmy Van Ski and Jeroen Mio. Kom zitten, joh. Ik stond even ook op de banken. Ja, lekker muziek, toch? Bij de opkomst van deze vier mannen in de koppelfinale voor heren. De Dutch Open Darts. Ja, en ik las ook nog ergens dat deze Jimmy Van Schie... die zou... meedoen aan een ander toernooi, een online toernooi. Dat heet Modus. Hè? Dat wordt allemaal gestreamd en zo. Daar word je dan voor uitgenodigd. Nou, maakt niet uit. Dan moest zich ergens anders eigenlijk melden om daar te spelen. Maar ja, dat moest hij afzeggen. Want hij haalde plots in één keer de finale van het koppeltoernooi. Hij zou morgen starten daar bij Modus. Ja, vandaag, dat weet ik niet precies. Nee, die start op maandag. Start op maandag? Nou, dat gaat hij nu niet halen. We spelen van maandagochtend tot zaterdagavond. Ja, hij speelt toch samen met Jeroen Mioch. Die is daar eerder geweest. Tot het toernooi. Ja. Die heeft inderdaad een paar keer mogen spelen. Mioch, 26 jaar oud. Deze mannenstad uit Culemborg. Ja, dat betekent dat we voor die koppelfinales andere namen op de bekers krijgen dan de jaren daarvoor. Want vorig jaar was het nog Christian Kist die met Michael Stoeten wist te winnen. Van Jelle Klaassen en Chris Landman. Niet de minste Nederlandse namen als het gaat om darten. En ik kijk nog even snel naar 2022. Want daar stonden Neil Duff en Barry Copeland in de finale. Die verloren van Thibaut Tricol. Die inmiddels een PDC-kaart heeft. Veel meedeed ook bij die online dartscompetitie overigens. Maar ook als eerste Fransman volgens mij een tourkaart heeft gehaald. Ja. En daarmee Le Monde zelfs achter zich kreeg als darter daar in de krant. En Andy Bates, zijn naam kwam al eerder voorbij, de winnaar van Lakeside. Ja. De eerste 180 is alweer raak. De naam van Damien Moll. Ja, de
winnaars van de allereerste editie van het koppeltoernooi. Dat zijn Richie Burnett en Sean Palfrey. Dat was in 1995. De eerste Nederlandse winnaars van het herenkoppeltoernooi waren Raymond van Barneveld en Koosland P. in 97. Ja, dat is een beetje jouw tijd, Niels. Dat is... Toen zat ik zaterdagavond met een bakje zoute stokjes op de bank nog wel eens dart op te kijken. Maar ja, natte haren, maar ja, niet toen meer... Toen in de jaren werd ik wel fan van het spelletje. Ja, nee, absoluut ja, ik ook. Die credits gaan wat mij betreft nog steeds naar Raymond van Barneveld. Die absoluut natuurlijk zijn nek uitstak. Ik kon ook wel genieten van jongens als Stompé en Scholten, moet ik wel bekennen. Ze hebben even de tijd in deze openingslek, Mol en Raman. Want Jimmy van Schie en Jeroen Mioch zijn nog niet helemaal los. Dubbel 16. En dubbel 16 is raak. Ik ga nog maar even het bruggetje maken naar de namen uit de finale van vorig jaar, de verliezend finalisten. Klaassen en Landman. Die zien we namelijk nu niet terug op de toernooi. Omdat ze ook die toolkaart hebben behaald. Daarmee niet meer mee mogen doen volgens de competitie-inschrijving of de regels die erachter zitten achter de competitie. Maar Niels, ik moet je ook even toch onderwerpen aan de kijkersvraag. Dat kan nu nog even. Ja. Want Nico Elink stelde hem even geleden al. Want hoe kan het dan toch, hè, we hebben dit natuurlijk net al even eerder besproken met die tourkaarten, wel niet deelnemen, dat de naam van Richard Veenstra wel op het wedstrijdformulier staat of stond. En Vincent van der Voort niet. Ja, ik kan me voorstellen dat dat verwarrend is. Ik heb deze Richard Veenstra ook even opgezocht in de uitslag. Het gaat toch echt om een andere Richard Veenstra. Er zijn er dus twee. Nee, het is echt zo, als jij een protokaart hebt, dan mag je aan dit soort toernooien niet meer deelnemen. Er zijn naast het podium en alle normale banen, zeg maar, zijn er ook tribunebanen. 15. 5 stuks op rij, daar, 2 daarvan worden ook continu worden die gestreamd. Dus dan kom je dus ook met je gezicht live online, zijn je dartswedstrijden te zien. En dat is gewoon niet toegestaan voor PDC-spelers, zo simpel is het. Mioch aan de finish staan van 164. Het is eerst Raman. Ja, die zet hem goed weg. Dus moet deze 164 eigenlijk uit. Het is wel een lastige van Schie. Maar zit er niet in. Ja, die laatste wel. Dat is goed te zien. Staat 2-0 voor Damien Mol, de Nederlander, en Brian Raman, de Belg. Voordat de kijkersvraag opduiken over de vlag die hierbij stond met bij het setje Mol en Raman. Die opende met een mooie 180 score. Ja, dat is een simpel foutje van het hele prachtige darts systeem. Wat duizenden wedstrijden heeft verwerkt de afgelopen dagen hier op de Dutch Open. En daar zwerft ergens een verkeerde vlag in. Dus het heeft niks te maken met dat de Mol of Raman mogelijk een andere afkomst hebben. Maar het is wel een Nederlands-Belgisch set. Inmiddels ook een ander vlaggetje. Ja. Wat was dat? Ik weet het niet. Weet jij het? Nee, nee. We zien weer leuke kledijen hier in de Bonte Wever. Het is één groot feest. Dan zal het ook nog wel even blijven.
altijd even een moment. En dat is meestal zo tijdens die koppelfinales inderdaad. Dat even ietsje rustiger is. Dat iedereen even wat te eten gaat halen. Even ademhaalt. En zich klaar gaat maken voor de single finales. Ja, ik kan me indenken als je in de zaal zit. En je zit een beetje vooraan. Je kijkt naar het podium. En je feest misschien ook het hardst mee. Het is wat lastig te volgen natuurlijk. Hè, met wat meer darts op het podium. Ondanks dat er natuurlijk ook prachtige schermen hangen in de zaal waar dit toernooi op te volgen is. Ja, ik vind dat wel een mooi uitzicht van vier man op zo'n podium. Ja, ik zei het al eerder, dat hele team gebeuren, ik hou ervan. Geen finish daar voor Mon Raman, dus Mioch moet daarvan profiteren. Triples raken nu, daar is één. En dat is twee. Dit is op zich een goede beurt. Eerst spel was slecht. Tel 2 en 3. Prima. Want het moet, hè. Van Schie en Mioch. 138 nu. Twee keer triple 19. Dat was de route die gekozen werd door Van Schie. Maar het gaat fout. Dus Raman voor 3-0. Twee pijlen dubbel 8. Die beltjes voldoende. Tegenstelling tot de dames koppelfinale gaan we nu naar first to 5. Dat betekent wel voor Schie en Mioch. Dat moet gaan gebeuren in deze leg om nog wat aansluiting en wat ademruimte te behouden in deze wedstrijd. De verliezer van deze finale, verliezers, mogen een bedrag van €750 verdelen. De winnaars krijgen €1250. Ja, koppeltoernooi begon op vrijdag. Wel een mooi gezicht hoor, want dan is het echt druk. Ik bedoel, dan staan in één keer vier spelers bij een baan. Het is om dan naar je wedstrijdbaan te komen, soms even door de menigte heen worstelen. Maar lekker sfeertje altijd. Ja, jij hebt meegedaan natuurlijk ook. Je hebt in het verleden georganiseerd en meegedaan. Is het ook mogelijk om als dubbels en als singles mee te spelen in het toernooi? Dan kan het hele systeem aan qua planning? Ja, 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 zeker. Het koppeltoernooi is op vrijdag. De singles worden op zaterdag gespeeld. En inderdaad, ja, ik heb ook meegenomen. Althans, ik heb het koppeltoernooi meegenomen. Het singeltoernooi ging wat minder goed. Ja, het werkt eigenlijk heel simpel. Bij alle banen hangt een tablet. En op die tablet is precies te lezen wie er moet spelen en wie er moet schrijven. Dat is ook een gouden regel. Schrijf je niet, dan word je gedisqualificeerd voor het volgende toernooi. Opletten geblazen. Nou ja, dat deden mijn koppelmaat en ik niet zo goed. We dachten dat we niet meer hoefden te schrijven. Moesten we wel, dus ik mocht helaas geen singles meer spelen. Ik zie je lachen, ik denk. Ik kop hem wel even in. Ja, weet je, ik wou er ook niet naar. Die wond is nog zo vers, weet je. Ik wou hem niet openhalen voor je. Ja, dat was wel erg balen, ja. Maar ja, regels gelden voor iedereen, ook voor mij. Het is gewoon stom. 93. Ja. Dubbel mis daar voor Van Schie. Komen ze nog zwaarder in de problemen, dieper in de problemen als hier triple 20 wordt geraakt. Nou, dat wordt ze nog even bespaard. Deze moet wel uit. Mioch op dubbel 8. Ja, die Mioch is wel een van de namen die ook weer boven komt drijven hoor, als het gaat om de bubbling under van het Nederlandse darts. Heeft dit jaar al wat
flink wat toernooien afgewerkt. Ging naar de PDC Challenge Tour in Milton Keynes. Daar zijn een aantal toernooien achter elkaar. Hè? Zodat je niet hoeft te reizen voor één toernooitje. Ja. Hij deed het daar supergoed. Op een aantal toernooien. Ik denk dat hij zeker niet ontevreden mag zijn. Ja, de Challenge Tour, dat is eigenlijk een soort van de tweede divisie van de PDC. Hoe moet ik dat zien? Nou, hè? Je hebt de Pro Tour voor de protocardhouders. En als je geen protocard hebt, dan kan je meedoen aan de Challenge Tour. Of supergoed, maar kwam daar veel al in het begin in ieder geval van dit jaar met winst vandaan. Zijn laatste twee bezoeken aan die toernooien. Maar iets wat minder succesvol. Maar het is wel een man die zeker werkt aan zijn carrière. En zoals ik net al zei, zoals ik net al even concludeerde. Dat is ook een naam die we al in de online dart leagues voorbij zien komen. En ook dat is best een mooie kweekvijver voor darters om toernooiervaring op te doen. Hè. Je gooit daar ook meerdere dagen achter elkaar, meerdere wedstrijden. Wel op een podiumbaan, hè, op een podiumbord. Zelfs als je de finales haalt, is er tegenwoordig publiek bij. Ja. Ja, en die van Schie, die zat ook al heel lang trouwens. Die al bij de jeugd succesvol geweest. Ja, en zit ook volgens mij in hetzelfde sponsorteam als Mioch. Ze trekken wel veel met elkaar op. Gaan we ook zeker nog wel meer van horen, verwacht ik zo. Raman voor de belachting. En 4-1. En dat betekent dus dat Damien Mol en Brian Raman nog maar één lekje nodig hebben. Dus ja, dan kan je zulke scores van 43 niet gebruiken. Ja, misschien ook wel van alle spelers op het podium. Brian Raman heeft misschien wel de meeste ervaring. De 27-jarige Belg, de Riddler. Nee schudden is ook al een klein beetje begonnen bij Van Schie en Mioch. Dat zijn een mooie stel baarden daar aan één tafel, zag je dat? Ik zag het. Ja, en dat is wel zeker de sfeer, het karakter ook van dit toernooi. Want voorlopig, ook volgend jaar en het jaar daarna nog wordt georganiseerd hier in Assen. Niet lang geleden is de samenwerkingsovereenkomst met de Bond de Wever verlengd en bekrachtigd door de Assen Dartbond. En zo weten we dat we hier nog een aantal jaren van dit toernooi op deze locatie kunnen genieten. Ja, en daar gaan Mol en Raman richting misschien wel het einde van deze wedstrijd. Want daar is de dubbel 4, daar is het einde van de wedstrijd. Ze waren gewoon simpelweg echt een stuk sterker. Brian Raman, Damien Mol, zij zijn de kampioenen van de Dutch Open Men's Pairs.